Rick, hoe gaat het met je? Goed, dank je. Ik kan me voorstellen dat je op dit moment een tevreden trainer bent met een zesde positie. Jawel, maar de stand op de ranglijst is op dit moment niet leidend, hè? Want een week daarvoor stonden we misschien 10. Het enige wat we moeten doen is om zoveel mogelijk potjes te blijven winnen richting winterstop om een goede positionering te hebben. Ben jij wel tevreden met hoe de groep ervoor staat nu? Ja, als je ziet hoe we zijn begonnen waar we nu staan, hebben we grote stappen gezet. Ik denk dat we afgelopen week hebben laten zien dat we, ondanks dat we niet zo goed voetbalden, organisatorisch en qua teamdiscipline gewoon goed zijn. En nou, daar ben ik wel over te spreken. Je hebt inmiddels ook 5 wedstrijden op rij dat je ongeslagen bent. Toch zul je vast niet over al die 5 wedstrijden tevreden zijn geweest met bijvoorbeeld de gelijkspel tegen Jong AZ. Nee, dat waren natuurlijk hele dure punten en ook op een stomme manier weggegeven. Goed, dat hebben we heel uitgebreid en lang besproken. En dan is het wel goed om te zien dat je die week daarna de nul houdt. Ja, dan geef je eigenlijk het juiste antwoord. Voor die 5 wedstrijden had je al een reeks wat mindere resultaten. Heb je een idee waar die wisselvalligheid vandaan komt? Is denk ik inherent aan een jong elftal hebben. Is denk ik inherent aan de selectie die we hebben. Hè? En daar bedoel ik mee dat we een hoop jongens hebben die zich aan het ontwikkelen zijn, die het eigenlijk het vak aan het leren zijn. Nou ja, dat gaat met ups en downs. En dat zie je ook een beetje terug in de lijn van hoe we presteren. We hebben natuurlijk twee uitschieters naar beneden gehad. Waarbij eigenlijk één hele grote met Helmond. Toen we echt een wanprestatie hebben geleverd met z'n allen. Maar over het algemeen is het wel vrij stabiel. Hoe probeer je dan toch die wisselvalligheid nog eruit te krijgen, of is dat lastig? Nee, dat is niet lastig. Dat is denk ik ook een stuk ontwikkeling en een stuk ervaring. Dat is eigenlijk wekelijks hetzelfde. Dat is trainen, dat is evalueren, reflecteren. Met daarbij beelden kijken, met daarbij kijken naar fysieke data. En jongens, elke keer bij de les houden om zich verder te ontwikkelen. Je hebt ook best wel wat luxe problemen, denk ik, hè? Als je bijvoorbeeld naar de linies kijkt, heb je achterin Dylan Timmer die op de deur klopt. Op het middenveld heb je bijvoorbeeld een Joep Kluskes, een Richard Seljacek op de bank zitten nog. Voorin meerdere spelers voor maar 3 posities eigenlijk. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, je gaat altijd kijken naar wat het elftal is waarmee je de meeste kans op winst hebt voor jezelf. En wat je zegt klopt ook. Hè. We hebben achterin Dylan Timber. Die heeft een aantal wedstrijden gespeeld en die laat zien dat hij op de deur aan het kloppen is om baasspeler te worden. Nou, we hebben natuurlijk een mooie interne competitie tussen Robin Lattouws en Moreno Rutte, die het allebei eigenlijk goed doen. Moreno raakte geblesseerd en Robin heeft het eigenlijk prima gedaan. En Robert is naar blessureleed, heeft hij een tijd op de bank gezeten, maar mij wel kunnen overtuigen in zijn invalbeurt en in zijn trainingen dat hij die plek verdient op dit moment. Ja, Sedlacek is eigenlijk hetzelfde geval, alleen ja, hij moet wachten op zijn kans, omdat ik best wel tevreden ben met de manier waarop Elias Sierra speelt. Maar goed, het houdt elkaar wel op een goede manier scherp. Is het voor jou dan soms ook lastig om iedereen tevreden te houden en om de juiste keuzes te maken? Ja, of je de juiste keuzes maakt, dat weet je nooit van tevoren. Het is niet lastig, want ik behandel jongens niet anders als ze op de bank zitten dan dat ze spelen. Ik probeer ze te blijven ontwikkelen, met ze aan de gang te gaan. En ja, ik neem zo iemand als Doesburg, die speelt ook niet altijd, maar ja, is wel volop in ontwikkeling en dat is wel belangrijk. Als we dan kijken naar de weken die er nu aankomen, natuurlijk. Belangrijke weken, mooie tegenstanders. Met wat voor een gevoel begin je dan aan die reeks? Nou, wel met een goed gevoel natuurlijk, hè? Want het is een mooi affiche vrijdagavond. Prachtige wedstrijd tegen de koploper. Het is een interland weekend, dus de focus zal wel op deze wedstrijd zijn. Ik verwacht een drukke koel met een goede sfeer. Dus ja, alle ingrediënten voor een mooie avond natuurlijk. Zijn dat ook een beetje de avonden, bijvoorbeeld Willem II nu, daarna Cambuur, allebei grote tegenstanders in de eigen kool? ja. Zijn dat ook jouw favoriete avonden? Tuurlijk, dat is toch iets waar je naar uitkijkt. En daar zijn we de hele week al mee bezig. Wat ik zeg, Willem II, grote tegenstander. De nummer 1 van de competitie. Dus ja, we gaan ervoor. Ben je dan ook benieuwd naar waar je ploeg staat? Nee, ik denk dat ik wel een beeld heb waar we staan. Ik denk dat we over het algemeen vrij stabiel zijn. Met weinig hele hoge uitschieters, maar ook weinig hele lage uitschieters. Bijvoorbeeld Helmond dan over een seizoen genomen tot nu toe. Dus ik verwacht wel dat we kunnen concurreren met Willem II. En wat is daarvoor nodig om met Willem II te kunnen concurreren vrijdag? Daar zijn een aantal dingen voor nodig. Ik denk dat het eerste is dat je zelf goed aan de bal moet zijn. Omdat je dan
zelf kansen kan afdwingen en gevaarlijk kan worden naar voren. Ik denk dat je de bedreigingen van Willem II onschadelijk moet maken. Zij hebben een aantal jongens met individuele klassen. Jongens als Oosting, jongens als Hilteman, jongens als Bos, jongens als Verret. Nou, dat zijn wel jongens die we moeten neutraliseren. Ja, en daarbij moeten we proberen om verbinding te maken met het publiek in de koel. Zodat we weer een tandje extra kunnen spelen in energie en alles wat daarbij komt kijken. Tot slot, de komende weken tot aan de winterstop zijn belangrijk. Wanneer blik jij met een tevreden gevoel terug op die laatste weken? Als we rondom de winterstop nog steeds in de subtop staan. De verschillen zijn enorm klein. Dus we willen graag bij die grote groep die nu in de top speelt, daar willen we gewoon bij aanhaken.